Met gezonde tegenzin wil LTO Melkveehouderij kijken naar grondgebondenheid. Dat zei voorzitter Erwin Wunnekink tijdens de RMV in Gorinchem. Maar daar zitten wel een aantal mitsen en maren aan. In het 7e actieplan wil het ministerie grondgebondenheid invoeren met een aantal GVE per hectare. Hoeveel dit zou moeten zijn is nog niet duidelijk. Maar voor mij is vooral belangrijk, draagt het bij aan het doel. En waar ik bang voor ben is dat we dit allemaal geregeld hebben en de doelen op waterkwaliteit nog niet gehaald worden. Want het draait uiteindelijk om de doelen van de waterkwaliteit. Maar dat je die doelen uiteindelijk nog niet haalt en dat we dan nog eens een keer weer iets over ons heen krijgen. Dus voor mij is het wel, als we dit gaan doen, moet ook die doelen op waterkwaliteit geborgd zijn dat wij daar onze bijdrage aan leveren. Nou, en dan heb je nog wat aanvullend en flankerend beleid nodig. Naast de doelen op water wil het ministerie met grondgebondenheid ook de kans op fraude met mest verkleinen. Het doel is dus vereenvoudiging mestbeleid. Daarvoor wil men grondgebonden hebben. Die zie ik niet gelijk. Dan zegt men ook nog verminderen fraudedruk. Kun je op andere manieren doen. En het andere doel wat ze hebben is verbeteren waterkwaliteit. Nou ja, goed, als we dat gaan bereiken met grondgebondenheid, dan zijn we er. Maar dan moet je dat wel borgen. En dat ga je niet alleen doen met een GVE nog per hectare. Wunnekink stelt wel dat met deze maatregel de grond die beschikbaar komt door stoppende veehouders ook beschikbaar moet blijven voor de landbouw. Heel veel bedrijven stoppen. Er zit op dit moment ook, ik geloof iets van bijna 300.000 hectare van de 1,8 miljoen die de landbouw in gebruik heeft, zit bij potentiële stoppers. Dus bedrijven ouder dan 55 jaar zonder opvolger. Als er heel veel bedrijven om me heen stoppen, maar dat gaat naar bestemmingen zoals zonnevelden of windmolens of industrie, verkeer of hoe heet dat, woningbouw. Of het gaat, mijn buurman rijdt de ene kant op en ik rijd de andere kant op. En onderweg komen we elkaar bij wijze van spreken tegen. Dan kun je ook zeggen van, misschien heb je wel ruilverkavelingsinstrumenten et cetera nodig. Dus er moet wel regie op komen op die dingen.